Hoe herken je een nieuwe uptrend? Deze vraag gaan we behandelen aan de hand van mijn twee favoriete training patterns en de exponentiële moving average. Ben jij benieuwd welke dit zijn? Blijf dan kijken, tot na de intro. Hallo en welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan we behandelen hoe je een nieuwe trend kan spotten op de chart. Dit doen we aan de hand van mijn twee favoriete trading patterns, namelijk de Falling Wedge en de Falling Channel. De voorbeelden die ik gebruik zijn Nederlandse aandelen op de Weekly Timeframe. En als laatst gaan we ook nog kijken naar verschuivingen in de trend aan de hand van de 21 exponentiële moving average op de Weekly Timeframe. Dus laten we even beginnen met de basis van de Falling Wedge. Dus we hebben nogmaals de Falling Wedge. En we hebben ook nog een falling channel. En deze twee patterns werken ongeveer hetzelfde, maar ze zijn net wat anders. Namelijk, een falling wedge heeft lagere highs en lagere lows. Maar deze highs en de lows die komen langzaam bij elkaar en de prijs gaat zigzaggend tussen deze twee niveaus. Een channel aan de andere kant, een parallele channel, die heeft ook lagere highs en lagere lows. Maar zoals de naam parallele channel al suggereert, komen deze twee lijnen niet dichter bij elkaar en gaat de prijs zo zichtvagend erdoor. En wat deze twee patterns dan gemeen hebben, is dat de algemene trend dalend begint. Vervolgens komt er een verschuiving in de trend. En bij die verschuiving in de trend gaat de prijs sideways. En wanneer de prijs sideways gaat, dit is het punt waar je wilt inslaan. Dit hier bij de sideways price action is waar het geld te vinden is. En als je eenmaal je aankoop hebt gedaan, wil je voor de zekerheid een stoploss onder de sideways periode zetten. En de stoploss zorgt ervoor dat de verliezen zo minimaal mogelijk blijven, want technische analyse is nooit zeker. We verwachten dus dat de prijs na de sideways periode omhoog gaat. Dat is waarschijnlijk. Maar de mogelijkheid bestaat nog steeds dat de prijs in de plaats daarvan naar beneden gaat. En voor het geval de prijs naar beneden gaat, willen we onze verlies zo minimaal mogelijk houden. Daarom zetten we dus altijd de stop los als we iets hebben gekocht. Dus dit is een beetje de basis van de Falling Wedge en Falling Channels. Dit is wat ze gemeen hebben. En laten we nu eens naar de chart gaan kijken hoe dit in de praktijk werkt. En als eerste voorbeeld gaan we kijken naar de Falling Wedge. En dat wil ik doen aan de hand van deze chart hier. De ticker is MT. Het is een aandeel wat te vinden is op de AEX. En zoals we kunnen zien heeft het in januari 2008 heeft het zijn piek meegemaakt. En sindsdien heeft het niks anders gedaan dan dalen. Dus hoe kunnen we nou weten wanneer dit aandeel stopt met dalen en wanneer we tegen een potentiële kooppunt aan zitten te kijken? Dus waar we mee willen beginnen, is een trendline tekenen. En we gaan de lows met elkaar verbinden. Dus we willen beginnen bij deze low hier. Volgens willen we een lijn hier naartoe trekken naar deze low. En wat we dan hopen is dat we kunnen zien dat deze twee lows en misschien nog deze met elkaar worden verbonden, zodat we een duidelijke trendline hebben. Dus laten we dat eerst gaan doen. We hebben dus op de weekly timeframe hebben hier onze trendline van support. En als we hier op inzoomen kunnen we zien dat de supportlijn ook hier twee keer is aangeraakt. Dus onze supportlijn is nu bevestigd. Voor de resistance doen we precies hetzelfde. Omdat deze piek hier veel te hoog zit, gaan we uit van deze piek. Want stel, we zouden nu een trendlijn gaan tekenen vanaf deze low. Vanaf deze high, sorry. En we trekken hem helemaal door naar deze. Dat zou dan niet zo heel veel betekenen, want zoals we zo kunnen zien... Is die, nog, is die maar één keer aangeraakt? Nu is die twee keer aangeraakt, dus zou die er technisch zien uit zijn. Als dit onze trendlijn was, dit is ook een mogelijkheid. Echter, waar we dan tegenaan zitten te kijken is een false breakout. Want de resistance was hier dan eerst gebroken en vervolgens kan de resistance er weer in. En hier zou de resistance dan weer gebroken zijn. Dus dat impliceert dat dit een zwakke trendlijn is. En is dat dus per definitie geen goede trendlijn. Dus wat we willen is, we tekenen trendlijn vanaf deze piek of vanaf deze high, dat maakt niet zo heel veel uit. En we gaan hem zo trekken. En wat we dan zien hier, is dat de prijs inmiddels drie keer is aangeraakt, in tegenstelling van net dat de prijs maar één keer was aangeraakt en dat de prijs de hele tijd de in en er weer uit ging. Dus dit is naar mijn mening een betere trendlijn dan die we eerst hadden. Dus we zitten nu hier nu tegen een falling wedge aan te kijken, want de prijzen, de support en resistance zones, die komen steeds dichter bij elkaar. Omdat dit op zo'n grote timeframe is, teken ik meestal ook nog eens een middellijn. En dat ziet er ongeveer zo uit. En de middellijn zit ongeveer in het midden van de resistance en support. En om dit te bevestigen, zien we dat het hier support was, hier was het support, hier was het resistance. Volgens was het hier weer resistance als we inzoomen en later werd het weer support gemaakt. En zoals je kan zien heb ik het niet heel goed getekend. Nu is die accurater, want nu was die support en nu was die weer support. En deze middellijn is belangrijk, want dit gaat als bevestiging werken om de verschuiving van onze trend te zien. Dus hoe ziet zo'n verschuiving dan uit? Net zei ik namelijk dat de prijs eerst dalend was. Volgens gaat de prijs sideways. En laten we verwachten dat de prijs dus weer omhoog gaat. In een Falling Wedge zien we dus ook dat de prijs zacht tussen support en resistance. En dat hij uiteindelijk sideways gaat en er weer uit. En het zichtzag tussen de support en resistance is belangrijk. Want wat je namelijk verwacht na het aanraken van resistance, is dat hij weer terugkomt op support. Echter, wat we hier kunnen zien is dat de prijs niet meer terugkwam naar deze support hier, maar dat de prijs stopte met stijgen, stopte met dalen bij de middellijn. Dus dit is onze eerste hint dat de prijs misschien niet meer verder gaat dalen, maar dat hij nu sideways gaat voor een kleine periode. Onze tweede hint is dat we een horizontale support hebben op deze middellijn. En deze support is op exact dezelfde manier getekend als deze. Namelijk, we hebben de low van februari 2016 verbonden met de meest recente low. En dat komt ongeveer uit op onze middellijn. Dus we hebben twee perfecte support levels die nu samenkomen. Dus dit, dit zegt ons dat we waarschijnlijk tegen een verschuiving in de trend aan zitten te kijken. We zien dus nu. Dat de prijs stopt met dalen. Want als die zou dalen, hadden we dus verwacht dat hij weer hier naartoe zou komen. Maar in plaats daarvan gaat de prijs nu sideways. Namelijk, we hebben een dubbele bodem. En wat we dus nu verwachten, is dat de prijs uiteindelijk weer omhoog gaat. En dat kunnen we ook soort van zien in de pattern wat nu aan het vormen is. We hebben namelijk hier een vlakke resistance line en we hebben hogere. Highs. Dus dit is een ascending triangle en meestal wordt verwacht op een bodem dat hij omhoog breekt. En als we dan inzoomen op de daily chart, kunnen we dit beter zien. We hebben namelijk onze resistance hier. Hier we hadden we een kleine fast breakout, maar nu zit de prijs er alweer boven. Lijkt erop dat hij support heeft gemaakt. En wat we dus nu verwachten, is dat de prijs weer naar resistance gaat. En hopelijk is dit dan de tijd dat de prijs... Resistance breekt en dat de prijs weer verder gaat stijgen. Nou was er op deze chart één periode waarbij hetzelfde argument gemaakt kan worden. Dat de prijs namelijk van dalen naar sideways ging. En dat was hier. Dus we hebben hier namelijk weer een trendlijn. Ik maak deze wit om het overzichtelijker te maken. En de supportlijn, die zou dan eerst anders getekend kunnen worden. Namelijk op deze manier. En dit was net zo fel het geweest. We hebben namelijk hier ons begin, vervolgens werd hij hier twee keer aangeraakt. Hier werd hij weer aangeraakt en hier werd hij weer aangeraakt. En wat we uiteindelijk zagen, is dat de prijs sideways ging. En vervolgens ging de prijs naar beneden in plaats van omhoog. Dus de transitie van dalend naar sideways is geen 100% indicatie dat de prijs ook weer terug omhoog gaat. Want, zoals we konden zien, zodra de support werd gebroken, ging hij naar beneden. Maakte van support resistance en vervolgens telde hij verder. Het enige argument wat daar tegen gemaakt kan worden is dat op dit punt de prijs nog niet echt in een falling wedge zat. Dus het was ook een minder zekere trade om mee te beginnen. Dus voor een stoploss hadden we bijvoorbeeld deze low kunnen nemen en eigenlijk had je er iets onder willen zitten. Dus deze witte lijn hier. Zou dus onze stoploss geweest zijn. En zoals je kan zien, werd de stoploss hier dan bijna aangeraakt en ging de prijs weer omhoog. Maar uiteindelijk werd de stoploss definitief aangeraakt, ook definitief gebroken en ging de prijs verder zakken. Dus wat je daarmee hebt gedaan, is in plaats van een 10% verlies, stel we hadden deze stoploss niet, dan hadden we dus een verlies geleden van 70% tot aan de bodem ongeveer. Dus dit is waarom we altijd stoplosses wil gebruiken. Dus in plaats van dat we een verlies hadden van 70%, hadden we hier, al hier op dit punt genoeg genomen met een verlies van 10%. Wat aan de hoge kant is, maar het is natuurlijk wel de weekly timeframe. Dus het is ook wel lastig om op een weekly timeframe een lagere threshold te vinden. Dus weer in het kort voor de Falling Wedge hebben we een supportlijn getekend. Wat begon bij deze low en eindigde het bij deze low. En wat we daarbij hoopten is dat er op zijn minst nog een paar andere loods verbonden werden. om te bevestigen dat dit een goede supportlijn was. En daarvoor hebben we deze twee punten gebruikt. Als resistancelijn gingen we uit van deze piek hier. En gingen we doorverbinden naar deze twee pieks. Eigenlijk zijn het drie pieks. En als laatst hebben we in het midden nog een lijn getekend ongeveer. En om de middellijn te bevestigen moet je altijd kijken naar waar het support en resistance was. En dat was ook een aantal keren gebeurd. Namelijk hier was het support, hier resistance. Hier resistance en twee keer support. Vervolgens gingen we kijken naar onze horizontale support. En dat was vanaf deze low naar de huidige low. Dus hier op dit punt kunnen we constateren dat de trend is verschoven van dalend naar sideways. En als we dan verder gingen inzoomen naar de daily chart, konden we duidelijk zien dat het nu in een ascending triangle zit. Wat een positief patroon is. Dus er wordt verwacht dat de prijs weer omhoog gaat en dat dit, dat 19 maart 2020 de bodem was voor dit aandeel. Voor de falling channel gaan we kijken naar de ticker van Boka en deze valt ook te vinden op de AEX. En nogmaals een falling channel heeft een resistance lijn wat naar beneden gaat, het heeft lagere highs, en het heeft een support lijn wat parallel daaraan loopt, dus het heeft lagere lows. En wat je dus verwacht in dit patroon is dat de prijs gaat zigzagen tussen support en resistance. Uiteindelijk besluit de prijs om sideways te gaan en gaat weer omhoog. Dus als we nu naar de recente chart kijken, zien we, gaan we weer beginnen met de lowste verbinden. En dat ziet er dan zo uit. Ik vind het niet zo heel mooi, want we hadden hier een paar uitsteeksels. Dus ik ga hem een klein beetje naar beneden verplaatsen. En dit, dit ziet er al stukken beter uit. Dus, dit is onze supportlijn. Ik maak het weer rood. Voor de resistance Dan gaan we hetzelfde doen. We trekken een lijn van een high, laten we deze nemen, naar de low hier. En wat het deed is, het heeft deze high verbonden met elkaar. Deze twee highs verbonden. Deze had verbonden. Dit was een false breakout. En we hadden hier het begin. En omdat we hier een false breakout hadden, willen we hem eigenlijk doortrekken. Om het te bevestigen of dit alsnog een goede lijn is. Als we hem doortrekken, zagen we dat hij hier eerst werkte als support en hier werkte als support. Dus dit is onze channel. En zoals we hier in het voorbeeld kunnen zien. Hebben we ook onze, onze prijs, wat tussen deze twee lijnen aan het zichtzag is. En. Hier kunnen we ook een middellijn voor gaan tekenen. Bij deze is het iets minder nodig, want deze twee lijnen zitten dus nog wel redelijk dicht bij elkaar. En dat zou er dan zo uitzien. En zoals je kan zien, is deze middellijn wat minder duidelijk dan de vorige. Maar we hebben alsnog wel een aantal voorbeelden waarbij het goed overeenkomt. We hebben namelijk hier onze resistance. Hier was die niet zo heel duidelijk. Volgens werkte die als resistance en support. Hier werd het weer resistance. En deze twee punten waren overduidelijke resistance. En hier ook weer. En zoals je kan zien op deze weekly candle hier. Was het overduidelijk support. Dus dit is waarschijnlijk ons punt hier. Waarbij de prijs sideways gaat. Dus waar de trend is verschoven van dalend naar sideways. En als we dan uitzoomen op de weekly. Kunnen we dit extra gaan bevestigen. Want we hebben hier onze low. En als we daar nou een horizontale lijn gaan tekenen. Zien we dat het ook een logische plek was om te stoppen met dalen? Namelijk, het was hier support en hier werd het weer resistance. Dus ook hier bij de falling channel zien we dat horizontaal support een rol speelt. En om de sideways periode aan te geven, hebben we dus onze middellijn, wat op dit moment support is gemaakt, we hebben onze bodem gevonden. Op deze horizontale witte lijn, wat belangrijk support was. Want nogmaals, het werd hier aangeraakt als support en hier als resistance. Als we de R-side erbij pakken, kunnen we ook nog eens zien dat deze dubbele bodem is gevonden op een bullish divergence. Dus dat is ook nog een indicator. Dus bij deze hebben we eentje meer dan de vorige falling branch. Namelijk, we hebben onze parallele channel. De prijs zit weer boven de middellijn. Heeft support gevonden op belangrijk support. En het heeft de dubbele bodem gevonden met een bullish divergence. En voor een stoploss hebben we dus ook een heel duidelijk punt, namelijk deze dubbele bodem. Dus de stoploss zou ik heel strak onder deze twee lijnen houden, namelijk deze rode lijn. En als we dan meten vanaf de huidige prijs, zit dat op 19%. Wat aan de ene kant ook weer aan de, aan de grote kant is, ik vind 19% verlies op een trade best wel veel. Dus als we naar de daily chart zouden gaan, kunnen we misschien een beter punt aankaarten. En wat ik sowieso zie, wat mij opvalt, is dat we hier een low hadden. Hier hadden we low en hier een low. Dus we hebben hier al horizontaal support, wat belangrijk schijnt te zijn. Als we hem doortrekken, zien we dat het hier resistance was. Hier was het resistance. En hier is het ook weer support en resistance. Dus voor een wat strakkere stoploss... Zou ik deze lijn hier naartoe verschuiven? En wat we dan zien is dat we in plaats van een 20% verlies vanaf de huidige prijs, zitten we nu op een 8% verlies. Dus ook om het weer kort samen te vatten: we begonnen weer met een supportlijn tekenen. En de lijn begon op februari 2016 en hebben doorgetekend tot aan onze bodem van maart 2020. We zien dat de supportlijn in totaal 1, 2, 3, 4, 5. Vijf keer is aangeraakt. Dus, dit is een geldige supportlijn. En de resistancelijn was wat onduidelijker. Namelijk, we begonnen met tekenen vanaf februari 2017. En we hebben het eerst doorgetrokken tot aan januari, februari 2020. En wat we hier zagen was een false breakout. Dus, om te bevestigen dat dit alsnog een goede resistancelijn was, hebben we doorgetekend naar dit punt. Waar we zagen dat het werkte als support. Vervolgens hebben we een middellijn getekend. En omdat de prijzen. Wat dichter bij elkaar zitten, de support en resistance zitten wat dichter bij elkaar. Was deze middellijn veel vaker support en resistance dan in het voorbeeld van de falling wedge. Maar we kunnen hem alsnog gebruiken als indicatie dat de prijs sideways gaat. Dus wat we dan hadden was deze witte horizontale supportlijn, wat in maart 2009 support was en in oktober 2005 resistance. En als laatst hadden we een dubbele bodem met een bullish divergence op de RSI. Dus hierbij kunnen we weer zeggen dat de prijs op dit punt, door al deze factoren, dat die waarschijnlijk gaat van dalend naar sideways. En ook dit is weer het punt waar we het least in trade zouden willen wagen. En de laatste manier om een verschuiving in de trend te herkennen is ook weer op de weekly timeframe. En dan gebruiken we de 21 exponentiële moving average. Wat dus wordt weergegeven in deze witte lijn. En voor deze methode moet je even in de geschiedenis kijken of het ook goed werkte. Want op dit moment zien we wel dat het resistance was. Maar was het in het verleden ook resistance? En zoals we hier kunnen zien was het wel het geval. In het begin was het niet heel duidelijk. Maar zodra, zodra de prijs echt hard begon met dalen werd het steeds duidelijk resistance. En wat je ook wil bevestigen is was het ook weer support. En dat was voor het moment dat hij ging dalen. En dat kunnen we hier zien. Hier werd het namelijk aangeraakt. Hier werd het aangeraakt en hier kwam die eronder, maar kwam er weer snel boven. Hier werd het aangeraakt, maakte een sterke bounce omhoog. En volgens kwam de prijs eronder en begon met de downtrend. Dus dit is een heel duidelijk voorbeeld waarbij de 21 exponentiële moving average gebruikt kan worden als trendindicatie. En wat je dan hebt is, alles boven deze witte lijn is in een uptrend. En zodra de prijs eronder komt en het resistance maakt, dan spreek je van de downtrend. Dus zelfs nu officieel wanneer de prijs 80% is gedaald van de piek naar de bodem. Is de prijs nog officieel in de downtrend omdat de prijs nog onder de 21 exponentiële moving average zit? Als we dan bijvoorbeeld naar een willekeurig aandeel gaan kijken, um, laten we deze nemen. Bij Deze was het minder duidelijk dat de 21 exponentiële moving average gebruikt kon worden als scheid zijn tussen Bullish en Bearish. Behalve hier, dit was overduidelijk dat de prijs erboven kwam en het telkens support maakte. De prijs kwam onder, ging er weer omhoog, maakte het weer support. Maar zodra de prijs eronder kwam, was er niet heel duidelijk resistance gemaakt. Hier konden we zien dat de prijs telkens onder, en er weer boven kwam. En dan er weer onder en dan er weer erboven. Dus dit is een aandeel waarbij ik het niet sterk zou aanraden om de 21 exponentiële moving average te gebruiken als indicatie voor een uptrend of een downtrend. Maar bij een aandeel zoals A&B, waarbij de prijs heeft bewezen dat het dus overduidelijk werkt als support en resistance, is dit een perfecte manier. Dus je wilt het altijd even backchecken om te kijken of het nou wel werkt als support of resistance. Dit waren dus de drie methoden om te kijken of we spreken van een verschuiving in de trend. En nogmaals, de falling wedge, onze falling wedge en channel, hadden heel veel overeenkomsten met elkaar. Namelijk, de prijs ging van dalend naar sideways en dan weer stijgend. En in de sideways periode is dus waar je in wilt staan, Is ook waar je stop wilt hebben. Dus die zou je onder deze sideways periode doen, ongeveer hier. En voor de 21 IME, voor de 21 IME, IME, wil je altijd even backchecken om te kijken of het werkte als support en resistance. Dus kijk terug in de geschiedenis van de prijs. Om te kijken of het ook goed werkte als scheidslijn tussen bull market en bear market. Vond jij dit nou een nuttige video? Vergeet dan niet een like achter te laten. Laat in de comments weten wat je van vond of begin een discussie aan. En als je meer van dit soort content wilt zien, vergeet dan niet te abonneren en dan graag tot de volgende.